Een hele goede dag vanuit Wintershoogmaren. Op het slootje hier achter mij ligt het eerste dunne laagje ijs. En hopelijk komt er deze winter een prachtige dikke ijslaag. We staan hier in Hoogmaren en daar wordt de Hoogmarense Wetering 1 gebouwd. En dat wat je hier dus ziet, waar nu nog een dammetje ligt, dat wordt een nieuw slootje. Dat nieuwe slootje dat heeft een prachtige lengte straks voor korte baanwedstrijden. En ook een hele goede breedte om met z'n tweeën daar tegen elkaar te schaatsen of mooie priksleewedstrijden te houden. Onze lokale ijsvereniging, IJsclub Hoogmaren, organiseert als het enigszins kan in de Hoogmarense polder schaatswedstrijden. En dat nieuwe slootje bij de Hoogmarense Wetering leent zich daar dus in de toekomst uitstekend voor. En het leek mij een prachtig idee om datzelfde slootje om te dopen en een naam te geven die zich ontleent aan onze lokale schaatsheld Kai Verbeij. En dan geven we het meteen een beetje extra cachet. We noemen het de Kai Verbeijvaart. Het zou natuurlijk fantastisch zijn voor de jeugd om in de toekomst een schaatswedstrijd te mogen rijden op de Kai Verbeijvaart en daar te winnen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat ook officieel kan worden vastgelegd, zodat je weet als Hoogmarenaar of verder buiten, hey, er worden schaatswedstrijden georganiseerd op de Kai Verbeijvaart. Dus beste gemeente Kaagenbrassum, zouden jullie alsjeblieft deze nieuwe sloot officieel willen omdopen in de Kai Verbeijvaart? Ik denk dat onze lokale ijsvereniging dit met veel plezier ondersteunt, net als vele sportieve dorpsgenoten. En dat de toekomstige bewoners van de Hoogmarense Wetering met heel veel trots kunnen zeggen: ja, ik woon aan de Kai Verbeijvaart. Laat het alsjeblieft flink gaan vriezen, zodat er ook wedstrijden zijn. Lijkt me toch fantastisch. Fijn dat jullie mee willen werken. Kan niet anders hopen dan dat het goed komt. Een hele fijne dag.